groot is uw trouw. Nog zo'n Bijbelse waarheid waar we uit gaan zingen. En dan is het het laatste lied in de voorzang en daarna gaan we officieel beginnen. En het lied is gebaseerd op Efeze 2. Het gaat als volgt. Genade zo oneindig groot. Dat is het, hè? Ieder kind van God zal dat zeggen. Dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Ik was blind, maar nu kan ik zien. En dat is allemaal door de genade van God. Door de Heilige Geest van God in onze harten gelegd. Hij die ons opzocht. Hij die ons levend maakte. Hij die ons bemoedigt. Hij die ons alles doet. Hij waarvan de Heer Jezus zegt, hij zal het allemaal uit mij nemen, uit de Heer Jezus en het u verkondigen. Nou, dat is God. Dat is de reformatorische boodschap. Het is van bovenaf zomaar naar jou toe. En dat vanavond deze liefdestroom zo jullie hart in mag stralen. Door middel van de woordverkondiging. Door middel van de liederen en door middel van de woordbediening. Genade, zo oneindig groot. We zongen net, hij houdt mij door genade vast. En vanavond gaat het thema over de eindtijd. Sterker nog, we hebben eigenlijk twee thema's. Het ene blokje, 7 minutes, zal gaan over wat zijn dan de tekenen van de eindtijd. En het tweede blokje heet, de antichrist, waar niemand aan ontsnapt. En als je het straks allemaal mee gaat maken, dan kan je er misschien wel een klein beetje depri van worden. Maar dan
waar we mee begonnen. Hij houdt mij door genade vast. Dan hoef je ook geen zorgen te maken hoe moeilijk het ook gaat worden. Wat een schitterend lied om de avond mee te beginnen. Allemaal heel erg hartelijk welkom op deze vrijdagavond hier in dit prachtige kerkgebouw in Doorn. Ook jullie wensen we jullie toe de zegen van God. Dat jullie iets samen mogen meemaken. We zingen straks ook een lied samen. Dat het over die één gaat, dat we die eenheid mogen ervaren. Ondanks het feit dat we zo enorm verdeeld zijn. Of verdeeld, dat is weer zo negatief. Maar dat we allerlei signaturen en achtergronden hebben. We hopen dat de Heer het schenkt. En dat je zelf ook daar je best voor doet. Dat we één mogen zijn in het geloof. Ook de mensen thuis die straks mee gaan kijken via YouTube. Wensen we een hele gezegende avond toe. En ook als je de cd straks gaat luisteren. We wensen u toe dat de Heer ook dit moderne 21e eeuwmiddel wil gaan gebruiken. Opdat wij onderwijs mogen ontvangen vanuit de schriften. Ja, over wat zijn dan de eindtijd? Wat zijn die tekenen? En wat zijn er al veel dingen over gezegd, hè, in al die laatste jaren? Wij hopen dat als we ook in gesprek gaan met onze gast, die ik zo aangekondigen, dat we dat in respect en dat we dat ook met respect naar elkaar kunnen doen. Zonder hete hoofden en koude harten. Onze gast die we hier vanavond over uitgenodigd hebben, is dominee Van Koten. Dominee, wat zijn we weer bijzonder vereerd. Ja, klinkt wat hoogmoedig, hè, naar de mens toe. Maar toch mag vreemde lippen mogen het zeggen. Maar we zijn heel vereerd dat we opnieuw u hier in ons midden mogen hebben. Wij wensen u toe dat wat we maar bij mogen maken in uw studeerkamer, in de voorbereiding op het thema. Toen wij wegreden hadden we allemaal zoiets, we hebben in het woord mogen zitten. Het was zo mooi. Heb u zelf misschien niet eens in de gaten gehad. Maar u bracht ons helemaal in het woord. En het woord ging spreken. En we kwamen bijna ontdaan weg. We waren echt beduust. Wij hopen dat de Heer u dat schenken. Dat u zo als dienaar van het woord zo gebruikt mag worden over deze twee thema's en de gesprekken die mogelijk gaan volgen. Heel fijn dat u er bent. Mevrouw Van Koten, het is altijd een feest. U bent een van de weinige predikantsvrouwen die eigenlijk altijd meekomt. Vind ik heel bijzonder. En wat vind ik het ook fijn dat u in ons midden bent. En we wensen u ook toe dat u ook een hele gezegende en fijne avond mag hebben. We gaan beginnen met het lezen en het openen van het woord van God. En in dat woord van God vertelt de Heilige Geest ons dat er in het laatste der dagen zware tijden zullen ontstaan. Dat mag Paulus schrijven naar Timotheus. En weet dit, zegt Paulus, zegt de Heilige Geest dus ook tot ons, dat in de laatste dagen zullen ontstaan zware tijden. Nou, dat moest Timotheus weten. Dat vindt God belangrijk dat wij dat weten. En dan gaat God verder, de Heilige Geest gaat omschrijven hoe die zware tijden eruit zien. En er worden personen genomen. Er worden gewoon mensen omschreven. En die mensen, die dus in die zware tijden leven of het zelfs veroorzaken, die hebben 17 eigenschappen. 17 stuks. Want in het laatste tijden, als het zwaar is, zullen de mensen het volgende zijn. Ze zullen 1, liefhebbers zijn van zichzelf. Ze zullen gierig zijn, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars. Ze zullen de oude ongehoorzaam zijn. Nummertje 7, ze zullen ondankbaar wezen. 8, onheilig zullen ze zijn. Ze zullen zijn zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk, wreed dus eigenlijk. Achterklappers, lasteraars. Ze zullen onmatig zijn. Ze zullen wreed wezen. Ze zullen zijn zonder liefde tot de goede. Ze zullen zijn verraders, roekeloos. En nummer 17, opgeblazen. Meer liefhebbers van zichzelf, der wellusten, dan liefhebbers Gods. En weet je, als je dit nou eens thuis gewoon open neerlegt en je gaat hier biddend dit lezen, hè, hoeven we ons niet te verheffen, want ik weet niet hoe jullie het om gaat, ik weet niet of die nog eens mag staan, maar is er iemand die al die 17 eigenschappen, dat die kan zeggen, nou, die heb ik nog nooit gedaan. Die herken ik niet bij mezelf. Ja. Maar deze mensen zullen wel heel belangrijk zijn in de eindtijd. En misschien ben jij het wel. Of ik. En weet je wat nog erger is? De Heilige Geest is nog niet klaar met omschrijven. De Heilige Geest gaat namelijk ook vertellen hoe deze mensen eruit zien. Hoe ze zich manifesteren. Want let op, ze lijken niet op een vuurspugende draak. Want dan zou je
die mens heel gauw kunnen ontdekken. Nee, ze hebben, vers 5, de gedaante van godzaligheid. Hè? Ze hebben één ding echter niet. Ze hebben de kracht van dezelfde, van Gods kracht, verloochend. Je moet wel heel veel onderscheidend vermogen hebben dus, om te ontdekken. Zijn wij al in deze tijd? Of staan we er tegenaan? Want weet je, die mensen die dit allemaal doen, hebben dus die gedaante van godzaligheid. En dan krijgt Timotheus te horen van Paulus, van God, dat je een afkeer moet hebben van deze mensen. Nou, dominee, toon is gezet. Poh, leven we al in deze tijd? Staan we aan de voordeur? Of is dit al vol? Ik moet u zeggen, ik herken wel heel veel van wat hier staat in onze tijd. Weet je, word nou ook niet depressief als je ontdekt dat al die ingrediënten ook in jou zitten. We gaan elkaar straks een hand geven. We gaan elkaar hartelijk begroeten. Ja, echt. Wees blij met elkaar. En we hebben geen moeilijke wens dit keer. We gaan gewoon zeggen, ik vind het zo fijn dat je er bent. Zo eenvoudig. En weet je, als je nou een depri-gevoel hebt van, oh, ik herken dit allemaal in mij. Weet dan, we gaan ons clublied zingen, maar daarna gaan we het schitterende lied zingen. Er is een verlosser. Jezus, de Zoon van God, die kan jou verlossen. Daar moet je wezen. Die kan jou verlossen als je gierig bent. Die kan jou verlossen van hoogvaardigheid. Die kan jou verlossen van al die eigenschappen die net omgeven worden. En dan hebben ze over jou geen macht meer. Dan zal je je leven lang nog wel vinden. Maar dan ben je geborgen in het bloed van het lam. En dan kan je dwars door de eindtijd heen. Dat is de hoop van deze avond ook. Jezus Christus. En je hoeft het ook niet zelf te doen. Wij leren in onze kerk, het is Christus door ons heen. Nou, met deze boodschap, heftig en bemoedigend, gaan we de avond beginnen. Geef elkaar hartelijk een groet. Zeg dat je het fijn vindt dat die ander er is. Neem vooral iemand die je niet kent. En daarna merk je vanzelf of we in de liederen gaan zingen. Ik zou zeggen, huggen en knuffelen.
Zie je dat? We krijgen hulp. Mooi, hè? In Matteüs 24, een heel groot hoofdstuk, wat ook gaat over de tekenen van de eindtijd en wat er allemaal gaat gebeuren. En voor het gebed, om het gebed te laten voeden, willen we een getuigenis nemen wat de Heer Jezus zomaar even daartussenin zet. En het is heel toepasselijk, het gaat over de vijgenboom. En we willen het met jullie lezen. Matteüs 24, de versen 32. En leert, we moeten dus iets leren, blijkbaar, van de vijgenboom deze gelijkenis. Dus de Heer Jezus neemt iets uit de natuur. En waarom doet hij dat? Nou, dan kunnen we het allemaal begrijpen. Wanneer nu zijn tak teder wordt en zijn bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Nou, hoe toepasselijk vandaag aan de dag. Ik weet niet of jullie wel eens in het bos komen of dat je wel eens over een tuin gebogen ligt. Nou, de takjes nu zijn heel teer. En je ziet ook dat het op punt staat om uit te barsten. Uit te spruiten, zo staat het hier. Nou, we weten allemaal dan dat de zomer nabij is. De lente komt eraan, de zomer. Nou, dat is een heel eenvoudig teken. Makkelijker kunnen we het niet maken. Alzo, ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, die onder andere in Matteüs 24 besproken werden en die we net gelezen hebben, als je dat gaat zien, dan weet dan dat het nabij is. Dat het voor de deur staat. De deur hoeft alleen nog maar opengegaan te worden. Nou, een hele interessante vraag is natuurlijk, is die deur al opengegaan? Leven we al in die eindtijd nu? Of staat het nog nabij? Nou, daar gaan we over praten. Over leven in de eindtijd. En wat is het dan? En voordat we dat gaan doen, willen we graag de Heer om een zegen vragen. En ik hoop dat je ook meebidt. Dat je vraagt in het stilgebed, wat er altijd in het gebed zit. Dat je ook durft te vragen aan de Heere God wat je nou bezighoudt. We zongen net, maakt van zonde vrij. Ben jij van zonde vrij? Dat wil niet zeggen dat je nooit meer zondigt. Maar dat de macht van de zonde over jou gebroken is. En als dat nou niet is, hè, vraag dat dan aan de Heere straks. Vraag dan of de Heere zijn knecht die zonde wil gebruiken vanavond speciaal voor jou. Dat de woorden door zijn mond gesproken naar jou binnenkomen. Dat je een avond mag hebben, en dat bid ik voor jullie allen, om nooit meer te vergeten, omdat hij het deed. Zullen we samen ons verootmoedigen voor de Heere. Heere God, wat een grootse woorden zijn er al gesproken. We hebben gelezen al over wat er in de laatste dagen voor mensen zullen zijn en wat voor een gestalte ze hebben, wat voor een karaktereigenschappen, hoe ze zich uiten en hoe ze eruit zien. En niemand van ons durft naar een ander te wijzen, Heren. Want we weten dat we allen tot alles in staat zijn. En als we het nog niet weten, Heren, dan zullen we het ooit in ons leven in de gaandeweg met u wel gaan ontdekken. Dat u het bent die zondaren opzoekt, niet rechtvaardigen. En Heren, dat we ook onze zonden gaan leren. En dan weten we ook dat we nederig kunnen zijn aan anderen. Want van wie veel vergeven is, heeft veel lief. Die kan zoveel van een ander verdragen. En toch, Heren, willen we vragen of u ons er bovenuit wilt tillen vanavond. Of u ons boven de realiteit van dagelijks leven uit wilt tillen. Wat is er al ongelooflijk veel in alle eeuwen gesproken over de eindtijd. En er zijn er ook die zo verward zijn erover dat ze zoiets hebben. Voor mij hoeft het allemaal niet meer, ik merk het wel. En toch heeft u het niet voor niks in uw woord op laten schrijven. We willen u vragen of u uw kind, dominee van Koten, heel bijzonder ook vanavond wil gebruiken. Zoals u hem al die jaren al heel bijzonder hebt willen gebruiken hier als herder over de gemeente. En nog verder zelfs. We zien in hem een type van u, Heer Jezus. Ik wil niet de mens groot maken, maar ik wil graag het werk in hem groot maken. En ook een stukje liefde uitspreken naar hem. Ik heb het mogen zien toen hij zijn zoon begroef. Och Heere, wat gaf u hem daar kracht? U tilde hem echt boven de realiteit uit van het leven. Ik heb mogen zien, Heere, hoe u deze knecht gebruikt. Ook voor zijn schaapjes, voor zijn kudde. Maar ook in Nederland tot zegen brengt. We willen u daarvoor danken, Heere. Volgend jaar gaat hij met pensioen, voor zover een dienaar des woords met pensioen gaat. Heere, zegent u hun. Met hun kinderen en kleinkinderen, ook mevrouw van Koten. Dank u zo voor, Heer, die altijd haar man bijstaat. Er altijd is, voor en achter de schermen, dank u wel. We bidden u voor al deze mensen die hier zitten.
U kent ze allemaal persoonlijk en mogen ze dat ook ervaren. Vader in de hemel, dat u recht hebt op ze. Wij hebben geen recht op u, maar u hebt recht op ons. Door onze zondeval hebben wij onze rechten verbeurd verklaard. Maar u hebt recht op ons, gewoon om de heel eenvoudige reden al, omdat u ons geschapen hebt. En door de zondeval zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. We zijn stervende geworden. En toen is in het Oude Testament voorspeld dat er een man zou komen die ons, ja, weer voor u zou rechtvaardigen. En hij is gekomen, Jezus de Verlosser. Dat is al gebeurd, dat enorme heilsfeit. De uitstorting van de Heilige Geest is gebeurd. En dan staat er nog iets groots te gebeuren, de afval en de eindtijd. Heer, wilt u schenken dat we daar vanavond door uw woord zicht op krijgen, antwoorden. Heer, als we ook iets horen waar we het anders over denken, schenkt u ons dan dat we met tact, voorzichtigheid, respect met elkaar overweg gaan. Er is al zoveel geruzied over dit onderwerp. Zoveel zelfs dat ik bijna niet meer op een agenda durf te zeggen. Zijn we toch gek, mensen? Heer, er is nog zoveel meer om te vragen voor u. Maar we mogen weten, Heer Jezus, dat u boven in de hemel aan de rechterhand des Vaders voor ons bidt, voor ons pleit. En dat uw Heilige Geest met onuitsprekelijke zuchtingen zelfs voor ons bidt. En dat u uw engelen stuurt, opdat we niet onze voet stoten aan enige steen. Mogen we het zo ervaren? Wilt u ons een avond geven om nooit meer te vergeten? We bidden ook bijzonder voor hun die hier zitten en die anders nooit in de kerk komen. Die niet gewend zijn aan het kerktaal misschien, aan deze omgeving. Heer, misschien is het onderwerp juist om te evangeliseren wel helemaal niet zo bekwaam, maar u kunt alles bekwaam maken. Jouw Heilige Geest, wilt u dat ook doen voor hun? Wilt u de verspreiding op internet ook gebruiken, opdat uw Koninkrijk, Heer Jezus, gebouwd en uitgebreid mag worden, versterkt en bekrachtigd, en ook via de cd. En dan wil ik jullie nu gelegenheid geven om je persoonlijke verwachting uit te spreken, of je moeite, of je verdriet, of je blijdschap. Wat zou jij nou tegen de Heere God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest willen zeggen? Dan is daar nu gelegenheid voor. O Vader, dat uw liefde ons blijkt vanavond. O Geest, zend uw troost ons neer. O Heer Jezus, maak ons uw beeld gelijk. Drie enige God, u alleen zij al de eer. En mogen we dat smaken en proeven in het onderwijs. Wat we zo verwachten van u, schenkt u dat in Jezus' naam. Amen. Moeilijke tijden. De Heer weet er wel raad mee, want er zijn in de loop der eeuw al zoveel moeilijke tijden geweest. We gaan een prachtige psalm zingen en daarna gaat dominee van Kooten zijn eerste woord houden. En hier heeft de psalmist, en we hebben het berijmd, gaat hij gewoon zeggen dat hij gewend is geraakt om in bange tijden zijn benauwdheid bij u te klagen. Psalm 86, vers 4. Gij toch, die de ellende ziet, misschien gaan we daar wel midden in zitten, hoort mij en verstoot mij niet. Ja, we zingen het echt. En dan zingen we ook nog vers 6. We gaan aan de Heer vragen of hij ons wil leren. Blijkbaar hebben we lering nodig om naar zijn wil te handelen. En ik zal dan in uw waarheid wandelen. Dat komt vanavond ook nog naar voren. Zijn woord is waarheid. Nou, deze schitterende psalmen. Daarna willen we dominee van Kooten uitnodigen voor de eerste 7 minutes. Thank you.
met de deur in huis te vallen. Peter, over wie het de vorige keer ging, ging met zijn gezin naar de Chinees, de Wok van Zeeland. En doorheen de oudste mocht een vriendinnetje, ze zat net op de Calvijnschool in Goes, mocht een meisje uit de klas meenemen om te wokken. En halverwege borden met saté en noem maar op, je kunt dat wel voorstellen, zegt Peter ineens tegen dat meisje: als er hier op tafel nou een knop stond waarmee je de wederkomst van de Heer Jezus door erop te tikken in beweging kon zetten, zou jij durven te drukken? Nou, dat is de vraag aan jullie. Ben je er klaar voor? Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt u zijn ontmoet? Want we moeten bereid zijn. Want we kunnen het over de wederkomst hebben, maar de afgelopen tijd op de Veluwe verschillende jongeren verongelukt, dan is het eeuwigheid. De tekenen van de eindtijd. Ik ga nu niet van alles noemen. Ik ga jullie een paar belangrijke grondlijnen uit de Bijbel aanreiken. Juist om je te wapenen, jezelf voor te bereiden, de tekenen te herkennen. Maar ook dat je niet meegenomen wordt door allerlei wind van leer. Een van de belangrijkste tekenen die telkens terugkeert in Matteüs 24 is juist het optreden van allerlei dwaalleraren die je wel het een en ander kunnen vertellen. Ik heb het meegemaakt in mijn leven, de hypes van La Haye met de opname, verfilmd en al. Alinzi had ook een spoorwegboekje van het einde gemaakt van de openbaring. Bij de schorpioenen zag je de helikopters net in die tijd in Vietnam vliegen en vuur uit hun staarten en vlammen uit hun bek van zilver. Hij wist precies hoe het allemaal ging. Wel, een van de dingen is dat je niet moet letten op het spectaculaire. Want we hebben het over de eindtijd. Maar daar zitten we al 2000 jaar in. De laatste dagen van de geschiedenis zijn begonnen op de Pinksterdag. En Petrus geeft op de Pinksterdag een kenmerk van die laatste dagen. De tijd van de geest is de eindtijd. Bloed, vuur, rook, damp, tekenen aan de hemel en op de aarde. Maar de eindtijd is ook de tijd van de geest. Het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept gered zal worden. Maar waar moet je nu op letten? We zijn geneigd om te letten, ik hoor dat ook om me heen, er zijn dit jaar zoveel aardbevingen gebeurd, dominee. Ik geloof vast dat we in het einde leven. Die aardbevingen zijn er altijd geweest. God heeft dan hier op de aarde, dan daar, een waarschuwing gegeven van wat gebeuren zal bij de grote dag van de wederkomst. Om te waarschuwen, om uit te drijven, de zekerheid te zoeken buiten onszelf. Oorlogen. Ja, de Bijbel tekent, de Heer Jezus tekent wel in Matteüs 24, dat ze steeds omvangrijker worden. Eerst zal het stam Fule tegen Fule zijn, dan rijk tegen rijk, dan koninkrijk tegen koninkrijk. Dat hebben we gezien in de ontwikkeling van de geschiedenis. Wereldoorlog en al. Maar weet je wat het belangrijkste teken is? Wordt minst op gelet. Want de Heer Jezus zegt bij die andere dingen, nog is het einde niet, maar hij zegt: dit is het teken in Matteüs 24, dat het en dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot de getuigenis aller volken. En dan zal het einde komen. Dus je moet niet letten op oorlogen en aardbevingen, maar op Wycliffe, het aantal bijbelvertalingen. En hoe ver het evangelie is doorgedrongen. Dan is het aangrijpend,
dat het evangelie al wereldwijd verspreid is. Alleen in het laatste komt de antichrist. En wat dat is, ik heb te kort tijd om alles te beschrijven met Daniël 7 en 8 en 2 Thessalonicenzen 2. Maar daar tekent Paulus, nee, die is er nog niet. Daar denken ze dat de komst van Jezus al begonnen is bij de Thessalonicenzen. Er zijn weer mensen die dat hebben bedacht. Nee, zegt Paulus, die is er nog niet. Hij kan nog niet komen, want dan moet er eerst iets anders gebeuren, namelijk er komt een ander menstype. Wat wordt kenmerkend van de mensen van de eindtijd? Dat ze zonder wet leven. En als ik daarop let, neem ons eigen land. Aan het begin van het leven, en het breidt zich steeds verder uit, prenataal onderzoek, de kindjes van Down, de Downies mogen er niet zijn, terwijl ze soms, ook in mijn gemeente, zulke heerlijke zonnestraaltjes zijn. Het leven moet maakbaar zijn. Levenseinde kliniek in Den Haag. De zondagswet die opgeruimd wordt. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. Laten we daten. Alle wetten als oud vuil vertrapt en vertreden. Er is iets, zegt Paulus, wat hem tegenhoudt. En die zal worden weggenomen. En dat is de engel Michaël die strijdt tegen de boze geesten. En als hij zich terugtrekt, komt in korte tijd de antichrist. En daarover straks.
En dan hebben we normaal gesproken nu de aankondiging van een muziekgast. En die hebben we voor jullie. Jullie zijn vandaag getuigen van de primeur. Vandaag is de aftrap van de poplezing. Vandaag, of van de week, zijn alle persberichten eruit gegaan. Zijn alle kerkenraden aangeschreven. Dat de poplezing Deo voor Lente er weer aan gaat komen. Jij daar gaat op poplezing tour. Dit keer doen we het wat anders dan normaal. We gaan niet meer in een andere locatie zitten, maar we blijven in onze eigen locaties. Jullie hebben allemaal flyers gekregen. Mag je meenemen? We hebben nog van die grote flyers liggen, die ik nu kwijt ben. Die liggen daar op tafel. Mag je meenemen? Kan je overal ophangen. En we hebben een trailer gemaakt. Waarin wij op internet, en die we overal heen gaan sturen, aangeven wat wij met deze poplezing bedoelen. Het kan eigenlijk geen toeval wezen. Wat u net zei, er komt een ander menstype dat zonder wet leeft. Dat eigenlijk tegen jou zegt, ben jij gelukkig getrouwd? Hou je er toch nog een ander bij, second love. Weet je, alles wat zonde is, is genormaliseerd bij deze persoon. En dan de popmuziek. We gaan er naar kijken, naar de trailer. Deze gaat dus overal straks heen en overal mag je hem gebruiken en neerleggen. En daarna komt onze muziekgast. Die gaat zingen. Het contrast zal heel groot wezen. En als het koor gaat zingen, ik geef het wel even aan, dan gaan we dat schitterende lied meezingen. Ik zou zeggen, oordopjes in, want zoals je weet bij de poplezing komen we via 4 kanalen bij jou binnen. Oogpoort, audio, video. Oorpoort, audio, emo, gevoel en geest. En op die 4 manieren wordt onze hele Nederlandse samenleving en heel de wereld bestookt met popmuziek. En What on Earth, dat is de titel van deze poplezing dit jaar. Are they telling you? What on Earth are they doing? Ik zou zeggen, kijk maar mee. The next question I'm going to ask you is from Tatin in Hong Kong, which is, do you believe in God? Yes. And the devil? And the devil. I believe in both. Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag. Mocht ik heen gaan, ergens, treur dan niet om mij. Maar post op het leven, en treur niet om mij. I love to work up next to you. Vroeger werd gezegd, zo van het leven is een bitch. Daarom leef ik nu voor 2 en nee, we leven niet voor niks. What do you mean? Oh, when in words you had yes, but you wanna say no. What do you mean? Let's run away together and never look back.
het leven moeilijk is, door pijn, verdriet of een groot gemis. En twijfel iedere dag je om het hart slaat. Hoor dan naar wat de Vader zegt, als je alles in zijn handen legt en in het gebed eerbiedig naar hem toe gaat. Halleluja, halleluja. Er is een lied dat nooit verdwijnt, dat sterker groeit tot de Heer verschijnt. En in dat lied klinkt altijd halleluja. Dat lied gaat door en het eindigt niet, het groeit door vrede en verdriet. Want hij hoort juist ons gebroken halleluja.
Vijf avonden gaan we houden. We doen op alle locaties dus een poplezingavond in plaats van de normale jongerenavond. En dat doen we omdat we de vorige keer door heel Nederland zijn getrokken met 30, 40, 50 vrijwilligers. En de impact in onze organisatie is heel erg groot. Het is een mega-organisatie om dat te doen. En dan komen we gelijk bij het probleem. De volgende jongerenavond hier is de aftrap van de poplezing. Alleen, wij denken dat er een invasie aan mensen gaat komen. En hier kan 5, 6, 700 man in. Nou, niet eens. Dat halen we niet eens, denk ik. Dus de volgende jongerenavond, jij daar ontmoet, gaan we terug naar een locatie waar we ooit geweest zijn. Dat is de echte scholengemeenschap in Veenendaal. Daar wordt de eerste poplezing gehouden van het jaar 2016. Daar nodigen we jullie uit en neem ook vooral iedereen mee die je maar mee kan nemen. We raden je wel aan om op tijd te komen. We kunnen daar wel heel veel mensen kwijt, maar kom er op tijd. Haal je die avond niet. Er zijn nog op alle locaties waar we zitten, daar staat die Ichters College Vondellaan 4. Bid er ook voor. Ga eens nadenken wie je mee kan nemen. Merkt u het verschil net al? De boodschap van de wereld. Elke dag een lachje, elke dag een dansje. En alsof wij niet kunnen dansen. Wat zit er nou voor een boodschap achter? Nou, die gaan we je leren, die gaan we je mee helpen om die te ontmaskeren. Heel bijzonder vind ik dat dominee Verkoten in ons midden is. Dominee Verkoten is de aanstichter van dit alles. Kom er even bij staan. Weet u nog wanneer u voor het eerst bij ons kwam samen met Helene den Toom? Want bij u in de kerk, in Soest destijds, toen had u in uw hoofd gekregen, ja waarom eigenlijk, om een poplezing te organiseren? Omdat ik graag de jongeren op een realistische wijze wilde onderwijzen wat er nu werkelijk speelt. Ik had het zelf meegemaakt. Maar goed, als je een verhaal vertelt van 10 jaar geleden, ja dat was vroeger, dat is nu anders. Hè. Zo gaat dat om de 10 jaar altijd. Toen ik op de middelbare school zat, begonnen de Beatles met hun ster te stijgen. En die zongen ook over marihuana. En ik zag aan de jongens in mijn klas dat ze heel anders werden qua look, qua gedrag. Ik zag welke invloed de muziek had. Ik was een gezonde, optimistische jongen. Maar zelf speelde ik orgel. Feike Asma vond ik geweldig. Willem Hendrik Zwart. Dus ik vond dat een klerenherrie. De Beatles. Ik heb ervaren dat daar werd je door beschermd, maar als je zo alleen maar luistert, mee gaat neuriën, laat je door je oorpoort binnen en het doet meer dan je denkt. Het is niet even dat je trommelvliezen klinken dat het er is en je zet de knop uit en het is weer over. Nee, het blijft wat je zingt. Nou, je merkt het aan demente mensen. Dan blijkt wat erin zit. Ik was bij 2 demente oude vrouwen in hetzelfde huis. En hij praat, je bereikt ze niet. Ik ben, opent uw mond. Nou, die ene vrouw ging meezingen en haar ogen lichten op. En mijn moeder was een echte bekeerde vrouw. En we konden over bekering praten. Bij die andere vrouw, waar ik toch al zorgen over had. Hoe is het geestelijk, ging het ook zingen. En kreeg een klap in mijn gezicht. Poes je mouw, zei ze. Stoppen met opent uw mond en poes je mouw. Maar dat is het enige wat door de oorpoort als zang naar binnen gaat. Gaat ontzettend diep. Nou, dus toen met mijn catechizanten, ik wilde hun ogen daarvoor openen. En ja, als een dominee zo'n praatje houdt, toen zei ik, jongens, zullen we Koos de Jong vragen? Die is DJ geweest, die weet het van binnenuit. En die kan het werkelijk voor jullie openleggen. En zo ben ik met Helene Beijer geweest als een missie van dat moet je gaan doen. Nou, bedankt. Ik vraag er niks voor. Het was nog gratis ook. De eerste poplezing, ja, dat zal denk ik, we weten het niet meer, maar 1998 geweest zijn. Bij u in de kerk. Nou, wij hadden zoiets van, we gaan dit toch niet in de kerk doen, want de kerk had voor mij echt het heilige. En kleine kinderen zaten erbij. Wij hadden zoiets van, kunt u ze niet wegsturen? Nee, want je moet ze zo vroeg mogelijk zich dood laten schrikken. Anders vallen ze voor eeuwig te dood. En zoiets zei u, geloof ik. En
Maar er is wel een hoop veranderd in popmuziek. En dat gaan we jullie laten zien. Het is enorm subtiel. Het zit zo geraffineerd in elkaar. Er is een ontwikkeling gaande. En die wetteloze mens, nou, die zie je helemaal erin terug. Maar er is ook iets met jullie aan de hand. We zijn er zo aan gewend geraakt. We hebben straks een openingsclip. En toen Madonna in 2000 met een, op het podium zit, liep kruisigen, liepen de christenen rondom de arena te bidden, want dit was godslastelijk. Heel de wereld zat op zijn kop. Nou ja, we openen met een openingsclip. En dan zetten we gewoon bij, en de Heer Jezus was ook genodigd. Die wil niet weten wat de openingsclip laat zien. Gewoon een feestje in de arena. Alles wat, en niemand bidt meer daarvoor. En wij hopen dat de Heere God dit mil gaat gebruiken om te ontmaskeren. Dat we staande mogen blijven in deze moeilijke tijden. En waarvan wij geloven dat muziek onder andere een heel groot middel is om jullie van God af te trekken. We zingen nog een mooi lied. En dan gaan we u het tweede gedeelte laten vertellen. Ik moet even kijken welk lied we zingen. We zingen helemaal niks. Nou weet je wat, we zingen Psalm 42. Dan doen we nu vers 3 en dan doen we daarna vers 5. En daarna krijgt u uw volgende 7 minutes. Jullie allemaal dus van harte uitgenodigd om mee te bidden voor deze best heel heftige. We zijn al maanden bezig. Je moet je eens voorstellen dat wij alles van de top 40 moeten weten. Alles van de muziek moeten horen. Alles moeten lezen. Ook alles moeten verdiepen. We hebben dan een team voor. En je hebt geen idee waar wij tot diep in de nacht naar zitten te kijken. En dat moet je allemaal doen omdat dominee Verkoot het zo nodig vond om Koos de Jong een keer te vragen. Nou, ik word 's morgens wel eens wakker. In my house, dat nummer net, hè? Goed, hè? Ho. Was het allemaal maar niet zo lekker zonde, dan was het ook niet zo moeilijk om te laten. We gaan een prachtige psalm zingen, daarna gaan we naar die 7 minutes van u de volgende luisteren. Psalm, vers 3. Vers 5, na het volgende blokje. De antichrist, waar niemand aan ontsnapt. Uitspraak van dominee Van Koten. Dankzij Michael, en hoe dat werk kun je ook lezen in Daniel, bij de hof, aan het hof van de koning, als de Satan daar bezig is omdat hij de koning kwade gedachten wil ingeven tegen Israël, dan bidt Daniel en dan lijkt het of zijn gebed niet verhoord wordt. Hij bad en hij bidt en hij vast. En dan komt later komt de engel bij hem en zegt dat hij 3 weken gevochten heeft aan het hof van de koning van Babel tegen de Satan en hem verdreven heeft. Zo gaat het in de geestelijke wereld. Die wordt tegengehouden, want hij staat aan het zand van de zee. Hij wil dat die antichrist komt, de Satan, maar hij kan niet komen. God houdt hem tegen.
Dan komt de ommekeer, de mens zonder wet. Heel de maatschappij verandert wereldwijd. Denken over huwelijk, wat een huwelijk is en ga maar door. Alles verandert. En dan Openbaring 13. Dan ziet Johannes uit de zee een beest opkomen en die komt langzaam uit het water op. En hij beschrijft de volgorde waarin het beest boven water komt. En wat mij opvalt, dat beest aan het einde, er komt niet iets nieuws. Er komt iets wat altijd geweest is. Maar wat is het verschil? Daniel heeft 4 beesten gezien. De eerste 3 tot ongeveer 146 voor Christus. Die elkaar opvolgen. Dit beest heeft alle kenmerken van die 4 beesten. Dus alles, Lenin, Stalin, Napoleon, alles wat er geweest is, Nero in de loop der geschiedenis, wordt belichaamd in de laatste antichrist. Die uit de woelige zee opkomt en de koningen geven hun macht aan hem over. Dat is de chaos van de volkerenzee, zoals we het momenteel beleven met heel die... Met al die verhuizingen massaal. Vanuit het Midden-Oosten, Afrika, naar Europa. Een chaos. En wie weet er wat aan te doen? Merkel niet, Rutte niet. En de een roept dit en de ander roept dat. En Samson die bestelt een vliegtuig. Ja, zo gaat dat. Maar niemand weet raad. En in die, uit die volkerenzee komt iemand op die sluw en listig is. En hij zal de wereld redden. En hij krijgt een minister van propaganda in de valse profeet, een ander beest dat uit de aarde opkomt, gewoon uit de ontwikkelingen. En die zal maken dat men voor hem een beeld zal maken. En dat beeld krijgt een stem. Vroeger was het in de oudheid, had je beelden en er zat iemand in verstopt en die riep dan door die mond heen. Dan werd men bedrogen, maar deze krijgt werkelijk een geest en een stem. Ja, dat is niet onmogelijk meer. De chips van de computers qua snelheid. Ik ben voor het laatst bij een lezing van Trendwatcher geweest. Nou, je oren duizelen. De snelheid wordt elk jaar 2 keer verdubbeld. Hij zegt, het is nog een korte tijd. En dan kan de computer zo snel denken dat wij mensen hem niet meer volgen kunnen. En hij zal zelfstandig allerlei vraagstellingen kunnen uitdenken. En hij zal die aan ons presenteren. Nou, dat zou het kunnen zijn. En die maakt dat iedereen zijn loyaliteit moet gaan betuigen aan die antichrist. Nou, vroeger dacht ik, als kind was ik er ook wel mee bezig. En dan dacht ik, nou, ik moet in ieder geval zorgen als ik later groot ben, dat ik een moestuintje heb en mijn eigen groente kan maken. En ik moet zorgen dat ik wel geld in een oude sok heb enzovoort. Dat je toch nog een beetje kunt doorleven. Want wie dat teken van loyaliteit, een teken op de rechterhand of op het voorhoofd, het kan ook gewoon zijn dat u op internet alleen maar bij de inlogscherm accepteren van de voorwaarden, erkennen van de vorst, en anders kom je niet verder. En als dat gebeurt, wordt dus ook je gas en elektrisch niet meer automatisch afgeschreven, 3 maanden achterstand. Je kunt bij nergens bij je geld komen en je huis wordt geveild. Een vreselijke tijd voor degenen die trouw blijven. Niemand ontkomt eraan, alleen. En daar wil ik het accent leggen. Dit wordt werkelijkheid. Het is mogelijk dat jullie het meemaken. Zo kijk ik wel naar mijn kinderen, zo kijk ik naar mijn kleinkinderen. Zullen jullie het meemaken? Misschien ik zelf nog. Maar wat is dan een troost dat in de openbaring eerst iets anders getoond werd? Want de Heer is de duivel altijd te slim af vanaf eeuwigheid. Voordat die eindtijd aanbreekt, verzegelt God degenen die van hem zijn. En daar heeft de Satan met zijn handen af te blijven. En vrees niet degene die misschien het lichaam doden, want dan denk ik aan dat jongetje. Dat heb je het ook gelezen in het Midden-Oosten, in Syrië. Of die christen
En dat ze tegen het jochie zeiden, zweer Jezus af en zeg dat Allah God is. En hij zei nee. En toen sloegen ze zijn ene arm eraf, op voor de ogen van zijn vader. Nee, zei hij, Christus is mijn verlosser. En toen zijn andere arm eraf, zegt dat Allah God is. Nee, wam zijn hoofd eraf, de kortste weg naar de hemel. Vrees niet degene die het lichaam doden, maar vreest hem die beide ziel en lichaam verderven kan in de hel. Als jij in Jezus gelooft, hoef je nu niet te gaan piekeren over wat zal ik mee mogen maken. Zorg dat je je tijd goed gebruikt, de kennis van Gods woord, inzicht en doorzicht, om dan gereed te zijn, want niemand zal je uit zijn hand rukken. En er was een voorloper van hem in Daniël, Antiochus Epiphanes, en er was gezegd 3,5 jaar en het heeft geen dag langer geduurd. Hij was op veldtocht en hij werd ineens dodelijk ziek. Niemand wist wat hij had en hij stierf. En het was voorbij. Zo zal God na een tijd, tijden en een halve tijd ingrijpen. Jezus, mijn verlosser, komt in heerlijkheid. En daar mag je het oog op hebben om op hem te wachten en zo te doorstaan. Wees sterk, hij zal uw hart versterken. We gaan pauze houden en we hebben zat meegekregen om over na te denken, zo in al die blokjes en alles wat gezegd is. Eén ding is mij wel heel erg duidelijk geworden. Als je buiten Christus bent, heb je echt een heel groot probleem. Dan overleef je het niet. Ben je nog buiten Christus? Leven we nu in die tijd? En misschien heb jij wel, ik weet niet hoeveel vragen naar aanleiding van al die dingen die gezegd zijn. Wij nodigen je uit om straks in het gesprek, als de sidekicks door de zaal lopen, met ons dat te gaan delen, dat we in gesprek kunnen met dominee van Koten. Opschrijven is ook nog steeds mogelijk. De briefjes liggen en de pennen overal op tafel. Schrijf het erop en geef het maar aan de regiekamer. Die zit daar in die bank, want we hebben ruimte moeten maken. Dus schrijf ze op, geef ze maar, anders geef je maar aan een van de vrijwilligers. We gaan ons slotlied zingen. En dat slotlied is gebaseerd op de uitspraken die we net hoorden. Weet je wat er gezegd werd? Voor dit alles, dat zei dominee eerst, verzegelt God degene die van hem zijn. Nou, dat zou een mooie vraag voor mij zijn. Wat is dat? Dat is een mooie vraag. En dan de hoop die erin zit en die we ook net zongen. Als jij in Christus gelooft, maak je geen zorgen. Niemand zal zijn uit zijn hand, uit zijn hand rukken. Hij laat niet varen de werken zijner handen. En Jezus riep die uit. Mijn verlosser, hij komt. En daar gaat de slotlied over.
Lichtstad, met uw palenpoorten. Wat een bevrijdingslied. Wat zal dat voor moment wezen, jongen? Dat de hemel open gaat en de Heer Jezus komt daaraan. Wat zal er dan een vreugde wezen? Of behoor je bij de groep die gaat roepen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Hoe is het mogelijk? Weet je niet hoe het moet? Nou, stel die vraag dan maar vanavond. Ben je een kind van God en ben je afgedwaald en denk je, het is nooit meer voor mij? Nou, die vraag mag je ook stellen. En eigenlijk zou ik één van jullie willen vragen, zou jij een getuigenis willen houden? Zo na de pauze, heel spontaan, een paar minuutjes. Hoe leef jij nou vandaag aan de dag in die eindtijd? Want we leven al 2000 jaar blijkbaar in de eindtijd. Hoe doe je dat? Zou je er iets over willen delen met ons? En je mag ook iets delen als je nog geen zekerheid in het geloof hebt. Dan kon het wel eens ook heel zegenrijk voor je worden. Ik zou zeggen, genoeg gehoord. De collectezak gaat rond. We hopen dat jullie ons rijkelijk gaan bedelen. Zoals jullie zien hebben we heel veel kosten. Als je weet dat de poplezing kost. Aan tijd. En aan energie. Ik zou zeggen, gooi die zak maar vol. En gaan we daarmee doen. Verder nodigen we jullie nog uit voor de tweede paasdag. Dan hebben we een paasing in. Jawel. Georganiseerd. En die gaan we houden, Deo Volente, in de grote kerk, in de Noorderkerkstraat in Oudewater. Ook daar hebben jullie uitnodiging voor gekregen. Ik zou zeggen, komt allen zingen, net als met de kerstzingen die we hadden. Mega vol, dus ook wees weer op tijd. Jullie zijn allemaal hartelijk uitgenodigd. Neem de flyers mee, hang ze overal neer en neem er iedereen mee. De slotzang en daarna koffie. Oh, koffie. De bedoeling is dat je links, omdat we daar niet in kunnen vanavond, links naar de koffie toe loopt. Dat je dan gelijk weer terugloopt, zodat de anderen ook kunnen, want we hebben best een volle zaal. En dat je er niet blijft staan, dat je hier ergens gaat zwerven. En het toilet is nu wel geopend aan de overkant. Ja, ze waren vergeten onze avond in te boeken en nu is er een rouwdienst. Maar die is na 9 afgelopen, geloof ik, hè? Goed, oké. Okay. Lichtstad met uw palenpoorten. Fijne bak koffie. Heb een heerlijke ontmoeting met elkaar. En ik ga heel gauw naar de koffie, want anders moet ik heel lang wachten. Kom! Zo.